Waarom is Discord belangrijk voor je ambassadeur? Dag vrienden, meneer Atlante neemt contact met je op en je zit op het kanaal van meneer Atlante Scams. In deze video zullen we het in meer detail hebben over het belang van de netwerklijke onenigheid voor iedereen, voor je seconde, voor elke ambassadeur. De informatie is nuttig voor zowel ambassadeurs als degenen die zich willen aanmelden voor het ambassadeurprogramma van het Crodo-project. Hier laten we gaan. Discord is een bron van actieve discourse. Bereiking NFC en decentralis besuies de meeste ambassadeurs opinien niet als een belangrijk instrument in het programma voor ambassadeurs. Ambassadeurs worden meestal token heet zonder de nodige aandacht te bestenden aan een opinieheid de meer heeft dan juwe. En dit is een verhisting dus. Ten eerste bevat deze Discord alle informatie over het project van de woorden tot het laatste nieuws. Discord heeft ook een belangrijke secte. Diebel balde RSL's bevat om in het project te blijven. Deze genomen informatie over het project. Nuans akkondigent in wat jets. Met alle punten is alles mee de leek, maar lasten we ons concentreren op aankondigenten level up en ook wat en meer. Dus, in dit tablet aankondigenten toon het product-team alle belangrijke en actuele informatie en consolideert deze, als er op een bepaald moment bijvoudig en belangrijk bericht bent verenigen kun je het in de vaste stand snel ter winkelen. Wat best gaf is, wat is waar volgens level cube dit nu wel toont ons je activiteit in dit sociale netwerk. Het wol agenda is de secte discussies waarin hier een element gaat is het brengen alle ambassadeurs bij elke met wie je kunt gaten en zelf vragen kunt stellen en helpen wanneer kunt maken. Het volgende gedeelte is vragen. In dit gedeelte kunt u vragen stellen en daar ambassadeurs kunnen hier vragen stellen. Het product-team voor u specifieke vraag zal een specifieke antwoord geven, maar wij zullen ook opmerken dat dit detail anders is dan een simpele gaan. In het versel het dat in de algemene gaat een vraag kan weerleiden tussen het grote aantal berichten, maar niet hier. Een nog interessanter onderland is bot commensals. We zeiden eerder dat we een niveau krijgen voor activiteit in onenigheid. Yes, jij gelijk kunnen we horen we hier ons niveau volgen en dat van internet. Dat wil zeggen hoe meer je commensaart in sectes zoals algemeen vragen internationaal ook in de gaat van je land. Hoe meer realiteit van punten krijg. Op basis hiervan hoe meer punten hoe hoger het niveau en hoe hoger het niveau hoe groter de beloning. Ik wil dit punt cementament we hebben Discord niet allen nodig om juist geen vragen te blokkeren, daarom zullen we ook kunnen schrijven. Gaten de we aan het eten van de beloning voor kunt investeren als jullie ontwijken. En je kunt ook rechtstreeks communiceren met het product-team vragen stellen waar je dit niet kunt doen op andere sociale
networking. We begrijpen dus dus dat we een Discord nodig hebben om informatie aan te kondigen. Jels een gasten bekijken waarvoor we een niveau ontvangen, waarvoor we belangen ontvangen. En we zullen rechtstreeks kunnen communiceren met het Crodo-team. Dit zijn de voordelen van de Discord Crodo. En juwen ik dat ik even deze vraag heb overtocht bedenig allemaal voor jullie stond ik hou van jullie een ton ziens.